Wat zou hierin zitten? Oh nee! Mijn geurkaarsen! Ah, nee! Brand! De deur is geblokkeerd! Te veel dozen! Ik moet naar boven! Ik heb nog nooit een pinguïn naar boven gebracht. Maar voor alles moet het eerste keer zijn. Ik vind het eten van Diewertje lekker. Waarom heb ik nou ja gezegd? Ze maakt haar maaltijden altijd zo heet. Oh nee! Help! Ik bel meteen brandweerman Sam! Ah, jullie zijn terug. En hoe ging het? We hebben er niet één gevonden. Wat? Geen brandkraan? Nee, geen waggelende pinguïn. Er is brand bij de Puk & Co supermarkt en Diewertje Puk en hun pinguïn zitten vast op de bovenverdieping. Er is brand bij de Puk & Co supermarkt. Diewertje Puk en hun pinguïn zitten op de bovenverdieping. Ja, dat. Ellen en Arnoud, jullie nemen Venus. Begrepen, Sam. Jenny, Elvis, wij gaan met Jupiter. Sam, denk je dat het gaat om dezelfde pinguïn? Die kans lijkt me vrij groot, Elvis. Rustig maar, Norbert. Sam komt eraan. Ellen, wij bestrijden het vuur. Elvis en Jenny, jullie bevrijden Diewertje en de pinguïn. Brandweervrouw Philips, brandweerman Sam, zuurstof 100%. De pinguïn! Schiet op, Elvis! Hallo, waggelende pinguïn! Hij ruikt wel erg naar vis, hè? Spijt me dat ik de pinguïn niet meteen heb teruggebracht. Ik dacht dat hij het wel leuk zou vinden om bij mij te wonen. Voordat je een dier in huis neemt, moet je wel eerst weten hoe je moet verzorgen, Norbert. In de dierentuin wonen dieren in hun eigen leefomgeving. En ze worden verzorgd door ervaren verzorgers. En ik had voorzichtiger moeten zijn met die geurkaarsen, Sam. En de uitgang niet moeten blokkeren. Ik weet zeker dat jou dat nooit meer gebeurt, Diewertje. Leni, wie krijgt er nu die beloning? Beloning? Welke beloning? Een beloning voor het vinden van de waggelende pinguïn. Een jaar lang gratis dierentuin. Waarom vertel je nu pas dat er een beloning was? Maar die is natuurlijk voor mij, want ik heb hem gevonden. Wat? Die is voor mij? Want ik wilde hem meteen weer terugbrengen. Nou, ik zou hem moeten krijgen. Ik bracht dat stinkende beest naar boven. Oh, dan zouden we samen kunnen gaan. De waterlelies! De reiger! De decor! We moeten brandweerman Sam bellen! Brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. Er is brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. We zien je daar, Arnoud. Wij nemen Venus en Jupiter mee. Maar dat gaat niet snel genoeg. Tom, je moet me optakelen. Komt in orde, Sam. Naar het zwembad. Jaap? Jaap? Oh nee! Daar is Tom! Met brandweerman Sam! Oké, allemaal achteruit. Sam, ik kan Jaap niet vinden. Hij kwam niet op voor de kikkerfinale en hij is nergens... Hij zit vast in een kleedhokje. Wat? Hoe kan dat nou weer? Ik wilde de ster van de show zijn. Ik heb zijn deur dichtgelijmd.
Het spijt me heel erg, brandweerman Sam. Ik wist niet dat de brand uit zou breken. Laat nu maar even zitten, Norbert. We moeten hem redden, maar ik heb hier geen enkele brandweerwagen. Oh nee, wat heb ik gedaan? Tom, ik heb een plan. Ik heb je hier nodig, nu meteen. Ik ga naar de kleedhokjes. Ze staan nog niet in brand, maar dat duurt niet lang meer. Ben je er klaar voor? Bijna, Sam. Ga nu vullen. Het komt goed, Jaap. Weg van de deur. Op, Sam. Ik heb je. Het komt goed nu. Tom, ben je zover? We zijn er, Sam. Elvis. Oké, Tom. Nee hoor, ik heb hem onder controle. We zijn veilig, mensen, maar het vuur is nog niet geblust. Tom, meer water. We gebruiken de brandslangen ook. De keuken is veilig. Commandant Staal heeft de toffeeappels uiteindelijk toch maar opgegeven. Nee, hij staat daar, Elvis. Oh. Ah. Oh? Er is brand bij een kinderfeestje in het Volviscafé. Er is brand bij een kinderfeestje in het Volviscafé. En de kinderen kunnen er niet uit. Elvis, jij neemt de slang, ik pak de koevoet. Brandweerman Sam, zuurstof 100%. Klaar, Elvis. Brandweerman Kristijn, zuurstof 100%. Daar blijven, jongens. Eén voor één, pak een hand en blijf laag. Goed zo, Mandy. Kom maar hier. Waar zijn Sarah en Jaap? Alle kinderen zijn veilig, commandant. Maar iedereen moet op afstand blijven tot het vuur onder controle is. Niet goed tegen. Sorry, oom Sam. We waren zo druk elkaar de loef af te steken dat we iedereen in gevaar brachten. Onthoud gewoon dat kaarsen altijd op een veilige afstand van andere dingen moeten staan. En hou ze altijd in de gaten. Er kan zomaar iets in brand vliegen. Maar ik heb iets om jullie op te vrolijken. Toffeeappels. En voor jou. En voor jou. En voor jou. En... Wat? Wow! Oeps. En hij komt recht op ons af. Ah! Oh nee! Hij rolt naar de kazerne. Ik ga maar eens bellen met brandweerman Sam. Een vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Oh, wees wat anders.
vuurspuwende draak heeft de schuur van Bessie in brand gestoken. Maar mijn Bessie staat daar! Van Sam, zuurstof 100%. Het vuur is nu uit en met Bessie is alles goed, commandant. Oh, dank je, Sam. Nou, Ellen, ik heb dan misschien geen rooktraining gedaan vandaag, maar ik heb wel gevochten met de vuurspuwende draak. Zeg dat wel, Elvis. Oh nee, zo te zien krijgt die arme Norbert straks goed de wind van voren. Hoezo, van Sam? Nee, erger. Norbert, look! Het is toch niet waar dat jij bijna commandant Staals Nelly... Nee, mevrouw, ze heet Bessie. Commandant Staals Bessie in brand staat? Het spijt me, mam, maar ik deed het echt niet met opzet. Ik een ongelukje was, Norbert, maar je speelde met lucifers. En dat is één ding wat je nooit mag doen. Ik weet het, brandweerman Sam, maar ik zal het echt nooit meer doen. Oh, wacht eens even. Dit is mijn mooiste hoed. Dat zei ik toch? Norbert, jij zei dat dappere ridders die droegen. Nu zit jij nog dieper in de problemen, Norbert Puck. Kom hier. Alsjeblieft, brandweercommandant Staal. Bessie is veilig en wel. Nou, je bent aarde vies geworden, meisje. Maar nog even en je bent weer glimmend en glanzend gepoetst. We gaan helpen zoeken naar Tom. Het zicht is nog slechter dan ik dacht. En er staat een sterke stroming. Ik hoor een boot. Ik ben hier. Hallo. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik zie niks op de radar. De rubberboot van Tom is misschien te klein. Allemaal goed je oren en ogen openhouden. Ze horen me niet. Oh! Hey! Ik ben hier! Hey! Ik ben hier! Hey! Oh! Zat ik maar lekker in mijn helikopter. De wind waait noordwest. Het tij keert over 3 uurtjes. En er staat een sterke stroming. Daar zou Tom moeten zijn. En Sam is hier aan het zoeken. Op de verkeerde plek. De verkeerde? Sam, meld je, Sam. Karel, we luisteren. Je moet van koers veranderen. Tom moet ten westen van Piekenpolder-eiland zijn. En veel verder uit de kust. Weet je dat heel zeker, Karel? Ik vis hier al jaren, Sam. Ik weet het zeker. Zo zeker als een visser kan zijn. Jenny, Ben, jullie hebben Karel gehoord. We gaan westwaarts. We geven ze op. Hou je vast, jongens.
Ik hoop van wel, Sarah. Ik hoop het echt. Oh, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. Een motor? Het is een boot! Hey! Hey! Ja! Goed gedaan, jongens! Jullie zijn er! Ah. Ik heb je, Tom! Oh, bedankt, jongens. Ik was al bang dat ik moest gaan zwemmen. Bedankt, Karel maar. Hij zei waar we moesten zoeken. Ahoy daar! Bedankt, Karel. Zonder jou had ik hier nog altijd rondgedobberd. Je bent een held. Dan is er vandaag toch nog iets goed gegaan. Onze pap is de beste. Hij is de coolste papa ter wereld. Als je dat ook vindt, doet er dan mee. Kom op, jongens. Even op de foto. Oh, mamma mia! Wat doe je? Au. Het spijt mij. Ik ren dit wel op. Jij haalt de pepperoni pizza uit de oven en brengt hem naar Ben op de kade. Oké, Bella. Het is niet eerlijk. Ik mis de wedstrijd en dat komt allemaal door die stomme pizza's. En zo moet je dus aanvallen. En zo moet je dus verdedigen. Nou, ze hebben ons geloof ik niet meer nodig. We kunnen net zo goed naar huis gaan. En zo maak je dus een omhaal. Oh, mijn rug. Deze pizza ruikt een beetje aangebrand. Een beetje veel aangebrand. Oh nee, help! Brand! Oh! Oh! Wow. Oh. Er is een grasbrand in Piekepolder Park. Er is een grasbrand in Piekepolder Park. Jenny, wij bestrijden het vuur vanaf de voet van de heuvel. Elvis en Ellen, iedereen bij de kraam evacueren. Zuurstof 100%. Gelukkig is iedereen veilig. Als er brand is op een helling, is het van het grootste belang om onder het vuur te blijven. Want vlammen en rook gaan altijd heel snel heuvelopwaarts. Het spijt me, brandweerman Sam. En het spijt me, Bella. Ik wou alleen maar het voetbal zien. Maar ik had veel beter op de pizza's moeten letten. Oh, ik begrijp, Norberto. Want eigenlijk hou ik ook van voetbal, net als jij. Echt waar? Kom op, blitzen, blussers! Go, blussers! Goal! Wow, mamma mia! Dat was bellissimo! Mag ik uw handtekening, alstublieft? Ja! Yeah! Het spijt me dat ik je vreugdedansje moet onderbreken, Norris. Maar herinner jij je onze ongeschreven regel? De winnaar trakt in! Hè? Dus dat weet je wel. Spek en appelstroop, hè, Norbert? Ja, doe mij de barbecue gaan halen, gozer. Ik wil heel graag een pepperoni, Norbert. Spinaziepizza voor mij. Zonder kaas. Mag ik van u een calzone? Twee keer gerold met een korst niet dikker dan 45 mm. Mocht ik misschien een stoofpotje? Dat was geen slechte wedstrijd, Norris. Dank je, oude vriend. Jij deed het ook niet onaardig. Bijbal! Oh.
Norbert en Lady Buffelboot zijn in de rivier gevallen. Norbert en Lady Buffelboot zijn in de rivier gevallen. Elvis, neem jij Saturnus. Al mijn vorst op. Rustig, we vinden ze wel. Ik lanceer Saturnus nu. Daar is hij. Norbert, let op vangen. Meld je, Elvis. Norbert is veilig, maar ik zie de hond niet. Saturnus heeft Lady Buffelboot gevonden. Huh? Ze drijft af richting de oceaan. Dat gaan we nooit halen. Jawel, als we hier afsnijden. Let op, Jenny. Ik heb hem. Meld je, Elvis. Lady Buffelboot is veilig, gezond en behoorlijk levendig. Oh nee, Manny gooit de reddingsboei. Oh, ik ga Ben halen. Kan niet, Norbert. Pa zegt dat je Piekepolder eiland is. Ik bel oom Sam. Diebertje, Puk, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Diebertje, Hanna en Jaap drijven richting zee met een enorme verjaardagstaart. Jenny, jij gaat mee naar het Maritiem Reddingscentrum. Elvis, jij helpt brandweercommandant Staal. Komt in orde, Sam. Ik help Jaap en Hanna. Begrepen, Sam. Oh, nou heeft mijn taart een natte bodem. Laat die taart los en pak deze vast. Red Jaap maar eerst, Sam. Ik kan beter zwemmen dan hij. Weet je het zeker, Hanna? Absoluut. Waar is Hanna? Hanna? Kijk, ik heb Jupiter! Gaat goed! Oh, Klaas, ik vloog zo over straat, recht op het water af. Met die taart in mijn handen. Het spijt ons dat we met je cadeau gerommeld hebben, oom Sam. En een ongeluk hebben veroorzaakt. Ja, als jullie maar niet vergeten dat rondracen heel gevaarlijk is. Zeker als je de buurt bent van het water. Namens alle inwoners van Piekepolder wil ik aan mijn bovenste beste broer Sam een bijzonder cadeau overhandigen. Niet alleen om je te feliciteren, maar ook om je nu eens te bedanken. Omdat jij onze eigen super speciale held bent. Door
roepen, mensen. Dan valt hier niks te zien. Hé, hey Jan, Leni, moet je kijken wat Staal heeft gedaan. Oh. En nu heel voorzichtig. Alles in orde, commandant! Oh, wat denk je zelf, Crispijn? Oh! Oh nee, vuurwerk! Er is brand! In de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen! Is er brand in de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen? En dat gaat onherroepelijk de lucht in! Er is brand in de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen! Meld je ogenblikkelijk, Sam! Begrepen, commandant. Wat heb je gedaan? Oh, weet het. Oh. Jenny, als jij nu de dozen met vuurwerk nat houdt, dan doof ik de rest van het vuur. Zo te zien was dit oude stuk hout de oorzaak van de brand. Dat was mijn meesterwerk. Ik denk dat dit er ook wel iets mee te maken had. Het spijt me. Ik wou de verf snel laten drogen met mijn kachel. Ja, je moet echt veel voorzichtiger zijn met waar je je kachel neerzet, Mark. Zeker in de buurt van vuurwerk. Sorry, Sam. Is er nou nog wel een vuurwerkshow? Nou, deze pijlen zijn te nat. Maar we kunnen vast wel nieuwe regelen voor vanavond. En ik had er wekenlang aan gewerkt. Niet zo sip, schat. Ga nou maar dat schilderij van vorig jaar halen. Zag je dat? Nou, dat was het dan. We kunnen nu wel afbreken. Dankjewel, Orsam. Ja, dank je. Jullie moeten toch echt beter uitkijken. Sorry, Sam. Oom Sam, kijk daar. Oh, nee. We moeten dat vuur doven voor het zich verspreidt. Wat? Waar zijn de kloppers? De wat? De brandkloppers. Ah, luister. Dat zit zo. Dat waren onze roeiriemen. De laatste keer dat we ze zagen, dreven ze stroomafwaarts. En dat is Norbert's schuld. Maakt niet uit wiens schuld het is. Als we dat vuur niet uitkrijgen, verspreidt het zich razendsnel. Het is niet gebroken, alleen zwaar gekneusd. Gelukkig, Ellie. Wat is hier toch in vredesnaam gebeurd? Men houdt ons gezond en fit. Nou, hopelijk zijn jullie begonnen met een goede warming up. Nou, En een rustige opbouw. Er is een bosbrand bij de molen. Er is een bosbrand bij de molen. Wacht even. Waar zijn jullie van plan heen te gaan? Deze ploeg is niet fit genoeg om te werken, hoor. Maar er is brand in het bos. Ik ben bang, commandant, dat het aankomt op ons twee. Wat? Oh, juist, ja, wij. Ik pak even mijn helm. Op veilige afstand blijven, jongens. De hulp is onderweg. Waar zijn de anderen, commandant? Dat leg ik later uit, Sam. Maar wij zijn er nu en we staan tot je beschikking. Oké, dan. Dan gaan we maar eens aan het werk. U neemt allebei de slangen. Ik neem de klopper. Thank you.
We hadden dit zelf op kunnen lossen als jullie die brandkloppers niet hadden weggemaakt. Sorry, brandweerman Sam. Met dit warme weer is het belangrijk kleine brandjes snel te blussen voor ze zich verspreiden. Ik had ze nooit alleen moeten laten met dat brandertje. Dat is waar, Klaas. Niets fijner dan even achter je bureau vandaan om weer eens een brandje te blussen. Vindt u ook niet, commandant? Absoluut. Alles goed, commandant. U klinkt een beetje buiten adem, oude vriend. Zijn jullie gekomen dankzij mijn megafoonreclame? Nee, we zagen de posters van Mindy. Ha! Hoe laat komen ze terug, Sam? Dat duurt vast niet lang meer, Jan. Ik vraag even of Jenny ze al ziet. Jenny, zie je al iets? Er komen al mensen om ze te verwelkomen. Nog steeds niet, Sam. Ik hoop maar dat er niks aan de hand is. Een vuurpijl! Die is vast van Ben en Hanna. Er is iets aan de hand. Er is een alarmpijl afgestoken op Ziekenvolder Eiland. Er is een alarmpijl afgestoken op Ziekenvolder Eiland. Jenny, maak jij Neptunus gereed? Elvis komt eraan. Meegenomen. Nee, ze zoeken ons op het eiland. Maar wij zijn hier. Al iets gevonden? Nee, niks, Jenny. Sam, ze zijn niet op het eiland. Ze kunnen niet ver zijn. Jullie zoeken daar, ik zoek verderop. Nee! We zijn hier! Moeten we hier de hele nacht dobberen? Nee, joh. Sam en de rest zijn naar ons op zoek. Ze vinden ons wel. Zie je? Ja, daar zijn ze. Gevonden. We komen eraan. Het is mijn schuld, Sam. Ik had moeten stoppen toen mijn schouder pijn ging doen. Ach, we gaan allemaal wel eens over onze grens heen, Ben. Gelukkig had je Hanna bij je. Hanna, gaat het met je? Ik heb het niet afgemaakt. Nou, vooruit maar. Maak je tocht af. Weet je het zeker? Ach, misschien kunnen we een beetje helpen. Kom op, Anna! Je gaat ontzettend goed! Natuurlijk heb je het gehaald. We hadden niet anders verwacht, toch Jan? Tuurlijk. En mag ik een heel groot applaus voor de nieuwe Cordata Kaya-kampioen van Piekenpolder? Goed gedaan, Elvis. Oh, ja. Goed werk, Kispijn. Altijd geweten dat je het in je had. Goed, alles is veilig, mensen. Terug naar de kazerne. Nou, ik hoop echt dat Mark het net zo goed doet als ik. Hallo, Piekenpolder! Ik wil jullie voorstellen aan het allernieuwste lid van mijn band, de Snaarmeester 2000. Ik ken een plek, daar is iedereen te geven.
Huh? Oh jee. Oh nee, Elvis had dat echt anders gedaan. Bob, je moet daar weg. Schiet op, bel alsjeblieft, brandweerman Sam. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet. De zelfgemaakte gitaarmachine van Mark Voet heeft het toneel in brand gezet. Elvis, jij en Ellen gaan met Jupiter. Jenny, jij en Arnoud nemen Venus. Ik neem Mercurius. Arnoud, breng iedereen in veiligheid. Elvis, schakel jij alle stroom uit. Jenny, wij beginnen met blussen. Begrepen, Sam. De stroom is eraf, Sam. Ik denk niet dat ik de slaammeester 2000 ooit in de winkel zal zien liggen. Achteruit, mensen. Ja, jullie moeten minstens 5,5 meter verder weg voor maximale veiligheid. Brandmeester Sam. Yeah! Oh. Het spijt me heel erg dat mijn gitaarmachine brand heeft veroorzaakt. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, Mark. Goed, is er misschien nog iets dat jullie tegen elkaar willen zeggen? Ik geloof van wel. Oh. Ik bel meteen brandweerman Sam. Ik ben blij dat ik kan meedelen dat Radar 100% gezond is en gelukkig. Hoera! Maar toch snap ik het niet, Leni. Waarom voelt Radar zich dan niet zo lekker? Ik heb geen flauw idee. Goed gedaan, jongen. Nou, dan verdien jij een lekker chocokoekje. Nee, Elvis. Honden worden erg ziek van chocola. Heb je hem soms veel chocokoekjes gegeven? Nee. Ja, misschien een paar. Mysterie opgelost. Oh! Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Klaas Kozijn hangt over de rand van een klif. Jenny, jij en ik gaan met Venus. Elvis, roep Tom op met zijn helikopter. Ja, begrepen, Tom. Doe je best, jongen. Ik ben trots op je. Hou nog even vol, Klaas. Daar is brandweerman Sam. Ik zie hem, Radar. Oh jee. Ik heb je. Je moet echt veel voorzichtiger zijn, Klaas. Dit had vreselijk kunnen aflopen. Je hebt gelijk, Sam. Bomenklimmen zit er voor mij niet meer in. Maar het is mijn schuld dat je in die boom geklommen bent, Klaas. Het spijt me heel erg. We probeerden alleen maar de vos te vinden. De vos? Het spijt me zo, mam. Ik was vergeten dat jij zei dat een vos een wild dier is. En omdat ik hem op een hond vond lijken, deed ik de kooi open om hem eten te geven en toen was hij weg. Bedoel je soms deze vos? Ja, die vos. Norbert en ik gingen op zoek, maar we konden hem helemaal nergens vinden en... Is hij terug? Hij heeft zijn eigen weg teruggevonden. Hij wist blijkbaar dat hij hier te eten kreeg. Nou, zo te zien is iedereen tevreden. Betekent dat dat het deze keer nu eens niet mijn schuld was? Wacht eens even. Juffrouw Chen reed in een bus vol kinderen die niet kan stoppen. Jenny, jij en Elvis nemen Phoenix. Ik neem Mercurius. Begrepen, Sam. Zo, nu kan iedereen in Piekenpolder zijn vitamintjes weer komen halen.
dit is echt veel leuker dan een superachtbaan. Ik heb je al gezegd, ik hou niet van haat. Links of rechts? Links, rechts! Oh nee, het is dinsdag. Dus? Dan wordt het karton ingezameld. Hey! Hierheen! Nee, hierheen! Daarheen! Nee, daarheen! En u gaat rechtaf op de oude ruïnes. Elvis, ik wil dat je een touw naar de bus gooit om hem af te remmen. Bedoel je? Ja. Pak je lasso en gooi je maar, cowboy. Jenny, nu vol op de remmen.